We zijn bezig met het bergingsriool aan het leggen aan de Oldenzaalstraat. Dit is het laatste stukje van het bergingsriool. We zijn ook bezig om de bocht eraan te zetten, zodat we de volgende fase ook in de goede richting verder kunnen met het bergingsriool. Aan het einde van het bergingsriool van deze fase komt een bocht van 5 graden aan. Dat is dus een kleine hoekverdraaiing in de buis. De buizen worden door middel van een rupskraan met daaraan een evena geplaatst, zodat de buizen mooi vlak hangen en veilig geplaatst kunnen worden. Ze wegen ongeveer 5500 kilo, dus het is nog wel een hele uitdaging om ze op de plek te krijgen. Het unieke aan dit project is een waterberging van dit formaat op deze plek. Zo midden in het centrum, daar komt bijna niet voor. Dat in combinatie met de verdachte locatie op ongesprongen explosieven en de omgeving die bereikbaar moet blijven, is voor ons ook een echte uitdaging. We zijn nu bezig met het laatste stukje. De verwachting is dat eind maart het eerste asfalt weer op zit, zodat de mensen straks in de eerste fase weer bereikbaar zijn via de weg.